als een kindje met een autootje speelt, speelt het kindje met het autootje of heeft het autootje het kindje te pakken? Op een gezonde manier dromen hebben, moeten ze jou niet te pakken hebben, moet jij dromen hebben. Dat is wat ik hiermee wil zeggen. Waar we nu zitten, in Oost-Knollendam, in een stolboerderij, daar heb ik een jaar of 10 geleden in een brainstorm met wat vrienden toen over gedroomd. Ik heb dat een keertje uitgeschetst, dat het een stolboerderij, ik wist niet dat het stolboerderij heette, ik had zoiets getekend, aan het water, een centrum waarvan allerlei dingen mensen komen. En op dat moment stonden alle wissels de verkeerde kant op. Ik was een nieuw bedrijf aan het beginnen met mensen die in de stad wilden blijven. Ik had geen geld. Mijn huidige partner had ik toen ook, maar die wou zeker niet de stad uit. Nou, totaal idioot om daarover te gaan fantaseren. En toch, iedere keer als ik door Nederland heen reed, dan keek ik naar die stolboerderijen. Mooie stolboerderijen. Niet eens serieus naar prijzen. Ik ben wel eens een keertje gaan kijken. En om een lang verhaal kort te maken, dingen gebeuren van allerlei ontwikkelingen. En nu zit ik in mijn droom. Ja, dit heb ik ooit toegewenst. Het is vergeten onderweg, maar 7 jaar later was het zo. Niet met een plan naartoe gewerkt, wel altijd gekoesterd. En dingen gebeuren. Ja? Dus wat ik daaruit haal, is dat het heel belangrijk is om, als je een droom hebt of als je een wens hebt, om dat bewust, je ervan bewust te zijn. En om dat lichtjes te koesteren. Niet te dwangmatig, lichtjes te koesteren. Want de dingen gebeuren. Het kan wel je pad richting geven. Dus ik ben me er sinds dat ik dit besef, bewuster mee bezig gaan houden. Als ik nu merk dat ik ergens een wens voor heb, dan denk ik, nou, het zou misschien best wel een keertje gebeuren. Ik weet het niet. En om mezelf te beschermen zeg ik, nou, binnen 7 jaar gebeurt het. En als het niet gebeurd is, dan was het niet voor mij. Dat is een hele pragmatische manier om ermee om te gaan. Maar dan nog een stapje verder. We zitten hier nu. En het is een stolboerderij met een erf. Mijn partner en ik zijn allebei niet van die onderhoudsmensen. Ik in ieder geval niet. Dus dan moet je die droom gaan onderhouden. Iedere keer als ik terugkom van weg geweest, van vakantie of ergens anders, dan denk ik, oh nee, wat een werk. En dan is die droom als een soort tuinhandschoen waar je een tijd niet in hebt gewerkt, die helemaal stijf is. En dan moet je weer gaan bewegen en dan klopt het weer. Dus als dromen uitkomen, ja, dan begint het pas. Hè? Want dan is het nog steeds werk om de kwaliteit die je nastreefde hoog te houden. Om het te laten werken voor je. Dan moet je hand voor bewegen in die handschoen, voordat die een beetje soepel wordt. Deze stolboerderij kwam er niet meteen. Die kwam na 7 jaar zonder plan. Maar toen ik toen nog in Amsterdam woonde, in de Van der Stadenstraat, had een heel klein tuintje. Nou, toen ben ik een paar aardappelen gaan planten. Ik heb worteltjes gehad, bonen en tomaten. Dus ik was in het klein ermee bezig. Zonder te denken, het wordt ooit groot. Maar je kan er alvast mee bezig zijn. Als je van bewust bent dat je iets mooi vindt, dan kun je het al in het klein doen. Je kan het altijd in het klein al doen. Dus dat is een ander aspect ervan. Je kan het altijd naar nu halen, in het piepklein.